NOS 10 uur journaal. Goedenavond, dames en heren. In Nederland zou chemische castratie als straf voor zedendelicten soms verplicht moeten zijn. Dat zei het CDA Tweede Kamerlid Hans Hille vanavond in de actualiteitenrubriek Netwerk. Chemische castratie is het via een injectie onderdrukken van de seksuele lustgevoelens. In Californië kan zo'n injectie sinds gisteren als straf worden opgelegd. In Nederland zou dat volgens Hille in bepaalde ernstige gevallen ook moeten kunnen. Heb je toch over misdadigers die, waarvan iedereen weet en waarvan ook de begeleiding van tevoren voorspelt dat ze weer terugvallen in een oude fout. Met andere woorden, die kan je niet eeuwig blijven opsluiten. Die zou je toch een keer moeten vrijlaten. En dan moet het zo zijn dat als je van tevoren weet dat de kans heel groot is dat ze terugvallen in een oude fout, dat je dan in uitzondering zoiets toepast. Maar het zal niet door zo'n dokter beslist moeten worden, maar echt door de rechter. Nee. Het verplicht stellen van chemische castratie is omstreden. Nu is het in Nederland alleen mogelijk als de veroordeelde het vrijwillig toelaat. Bovendien twijfelen therapeuten aan de effectiviteit van de prik. Zowel Frankrijk als Duitsland zijn vastbesloten te voldoen aan alle voorwaarden die gelden voor de invoering van de Europese munteenheid, de euro, in 1999. Dat maakten beide leiders vandaag bekend. We zijn vastbesloten. Nous tous les deux sommes fermement décidés. Ohne jedes Zögern. Ohne wenn und aber. La détermination est totale. Die Kriterien des Maastricht-Vertrags anzuwenden und d'appliquer et de réaliser les critères du traité de Maastricht. Es ist unser gemeinsames Ziel. Notre but commun. Und wir wollen es gemeinsam erreichen. De Franse president Chirac bezocht Kohl om te overleggen over de te volgen koers bij het invoeren van de Europese munteenheid. De financiële wereld begint zich steeds meer zorgen te maken over de wankele economieën van beide landen. Duitsland en Frankrijk hebben te maken met grote werkloosheid en overheidsschulden. Beide leiders hoopten met het overleg iets van die zorgen weg te nemen. De Britse premier Major en de Amerikaanse president Clinton hebben vanavond 20 minuten telefonisch overleg gehad over de crisis in Noord-Irak. En VN-secretaris-generaal Boutros Ghali schort de uitvoering van het olie voor voedselplan naar aanleiding van die crisis op. Irak zou binnenkort beperkt olie mogen uitvoeren in ruil voor voedsel. Twee dagen lang is het Iraakse leger nu actief in Noord-Irak, waar veel Koerden wonen. Daarbij zijn zeker 100 burgers en Koerdische strijders om het leven gekomen, meldt de VN. Volgens Saddam Hussein moest het leger in het noorden orde op zaken stellen. Een van de Koerdische milities zou hem om hulp hebben gevraagd na gevechten met een Iran-gezinde Koerdische militie. De gevechten vinden plaats in de zone die door de VN werd ingesteld na de Golfoorlog om de Koerden te beschermen tegen aanvallen van het Iraakse leger. Maar de Koerden zijn ook onderling verdeeld en bestrijden elkaar in de strijd om een onafhankelijk Koerdistan. Vanuit Zuid-Turkije zijn Amerika, Engeland en Frankrijk nog steeds actief in de regio. Zij hebben hun troepen in staat van paraatheid gebracht. De Iraakse televisie toonde vanavond een bijeenkomst van de Iraakse Veiligheidsraad. Daarin kondigde Hussein de terugtrekking van de Iraakse troepen aan. De horecabond FNV heeft een speciaal telefoonnummer geopend waar horecapersoneel terecht kan met vragen over arbeidsvoorwaarden. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de werknemers niet weet wat er in de cao staat. Bier en biertje. FNV-voorzitter Stekelenburg was erbij toen de 06-lijn werd geopend. Hij tapte voor de aanwezigen een gratis pilsje. Mensen die in de horeca werken kunnen het nummer bellen met vragen over allerlei onderwerpen, zoals arbeidsvoorwaarden, betaling en zwart werk. Niet alleen de werknemers, maar ook de werkgevers hebben vaak geen idee wat er in de cao is geregeld. De bond hoopt met de telefoonlijn meer te kunnen doen tegen onderbetaling en rechteloosheid. Na de rellen van eind juli bij het hoofdkwartier van de Indonesische Democratische Partij, de PDI, worden nog 79 demonstranten vermist. Dat blijkt uit het rapport van de Nationale Mensenrechtencommissie van Indonesië. Volgens de commissie hoeft er niet per se rekening mee worden gehouden dat alle vermisten ook zijn omgekomen. Waarschijnlijk zijn veel van hen ondergedoken uit vrees voor arrestatie. De commissie heeft zich vooral gebaseerd op informatie van ziekenhuizen. De Palestijnse voorman Husseini dreigt met het uitroepen van een Palestijnse staat met als hoofdstad Jeruzalem. Dit vanwege de impasse in het vredesoverleg en de hervatting van de nederzettingenpolitiek van Israël. This it is enough. The Israeli Ministry of Interior is not stopping this policy. And if they will not stop this policy, they are leading to an explosion here in Jerusalem.
Bronnen in Tel Aviv melden dat een ontmoeting tussen de Israëlische premier Netanyahu en PLO-leider Arafat snel, misschien wel morgen, zou kunnen plaatsvinden. Vannacht is het helder weer. Morgenochtend is het zonnig. Later ontstaan er wat stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt op tot ongeveer 19 graden. Onze laatste journaaluitzending is vanavond om 11:55 op Nederland 2. Ik wens u een goede avond.